ja, je hebt gewoon... Er is een eeuwig durend draaiend wiel van wedergeboorte. Ja? Dus reïncarnatie op reïncarnatie, net zoals dat je afgestorven bent of verlicht bent, dan hoef je niet meer terug te komen. Zo simpel is het. Je krijgt een opdracht van A naar B. Dat de normale, dat ik nog steeds omringd ben, dat de meeste mensen daar niet in geloven, maakt me angstig eigenlijk. Ja, ja, ja. Want ze zijn toch allemaal zot als ze daar niet in geloven, ben je van mij getikt. Ja, als jij het leven zo laag vindt dat je daar niet in gelooft, ja. Ja. Laat hem wel een paar staan te kijken. Is al genoeg. Ja. Oh, oh, oh. Hè? Nou, dus ik ga wel vertellen dat ik dus op een middag, op een maandagmiddag, terwijl het een beetje bot regende, naar mijn tafel keek. De langgerichte picknicktafel, die vaak bij campings ziet. Ja. Lag er een boek op. De Gouden Driehoek. Tjonge, jongen. Ik las erin. En wat behelste het verhaal? Dat je je geboortedatum met elkaar optelt. Daarom heb ik jou gezegd, jij komt uit op een vijf. En dat je dan... Wat ben jij? Een 32-5 of een 41-5? 17 is 1 en 7 is 8. Ja. Plus 6 is 14. Dan had ik 21, 22... En... 7. 8. 17 juni, 8. Niet? Ben ik het weer aan het verpesten, kerstman? Ja, ik schat jou in op een 5 qua neus. Mijn neus? Ja. Oh, oké. Ik heb jou vorig jaar gesproken van... Nee, dat is niet zo hoor. Ik weet van niks. Ik kan me niks herinneren. Maar dat maakt niet uit. Dadelijk geef ik een teken en dat onthoud jij. Ja. 1 plus 7 is 8, plus 6 is 14, 15, 24, 71 dan nog. 24 plus 71, hè? 24 plus 7 90. Is 95. 24 plus 71 is 25, 32, 5. Je bent een 5. Oké, dat wist ik niet. Dus, dan lees je dat en dat gaat over jou. Maar wat houdt het in, dat 5, Tom? Ik combineer alles met elkaar. Ja? Ik ga op niks vreemd. Ik gooi alle kennis van die wereld er is, welke werelddeel zo komen, ik gooi het allemaal met elkaar. Ja. Dus jij bent de 5 in het NDR-ram. En dat zijn de mensen. Jouw slechtere soort heeft ervoor gezorgd voor die crisis, hè? Mijn? Ja, is dat zo? De bank, hè? Ja, ja. Die achterlijke dingen, hè? Die neofascisten, hè? Ja. En dat is... Dat... En dat wordt allemaal getolereerd, dat was ik bij hier. Ja. En we zijn nou een steenpuis aan het kweken hier in Nederland, en die beschaafde wereld, waar ze weer gaan, die kennen in de geschiedenis. Over. Achter dat verhaaltje staat er dus een tarotkaartje. Ja. Dat ermee correspondeert. Even rek. Dus ik kijk en ik denk, wat leuk zeg. Goh. Dan kom je een ander boek tegen, het leven waarvoor je geboren bent. Ja. Geschreven door een Olympisch kampioen trampolinespringer. En die nog homofiel is. Dan denk ik, krijgen we het nader zeg. Mm-hmm. Hoe bestaat het nou te groot? Het is zo. Dan krijg je dus een noordelijke maansknoop. Ik denk, krijgen we nou, hoe zit dat? Dus op een gegeven moment gaat alle poorten open en wordt jouw meter gedeeld. En ik ben nou een doorgangshuis. Ik ga het gewoon allemaal doorgeven aan jou. En dan lijkt het gewoon uit dat jij dus inderdaad een 32-5 bent. 32-5. Hetzelfde als mijn moeder. Oh, dat is leuk. Jouw niet veel discussiëren, hè? Is dat eten? Dat is eten, ja. Geef me hier een beetje. Nee, helemaal. Ik heb er helemaal niks meer van. Nou ja zeg, dit is de kerstman. Echt wel? Maar je was dat geven, heel zijn leven al. Ja, ik zit in de prijsklasse van Nelson Mandela, Elvis Presley, Mohammed Ali, Anton Heijmoer. Echt zo, hè? Anton Heijmoer, ja. Dat zie ik meteen, ja. Toch? Maar had jij 17-6? Nee, 7-35? Of ben ik het nou... Nee, 32 ben jij. 32, ja. En dit jaar is het? 2014. 7. 7? Ja. 14. Dus jij zit nou in een 21 jaar. Is dat goed of slecht? Dat staat gewoon in boekjes. Maar is dat goed of slecht? Of dat... 21, nou dan kom je deze week bij mij langs op volgende week. En dan laat ik je gewoon lezen wat je deze jaar kunt verwachten. Maar weet je dat? Een soort horoscoop is het ook. Ja, ja. Nee, dat je de mensen kunt overtuigen van dat het simpel is. We zitten in een systeem. Ja. Dat is zo simpel. Dus jij zit in 21 jaar. Goed jaar hoor. 22 is het mooiste jaar.
vond ik, ja. Oh, kijk. Ja, als je jou vraagt, 5 jaar geleden was een kutjaar. Nou, niet echt. Nee? Nee, ik ben ook niet zo'n doemdenker eigenlijk. Nee. Ik ben best positief. Het zijn de mensen die goed in elkaar zitten, die weinig van die schommelingen werken. Ja, ik wil maar niet zeggen dat ik goed in elkaar zit, maar Het gros van de bevolking zit gewoon. Dat en is er hoop, meneer de Kerstman? Is er hoop? Is er hoop? Het is. Hoe komen we eruit? Ik wil me daar geen zorgen maken. Dat is de les die ik moet leren. Ik heb mijn portie gehad. Ik heb mijn strijd gestreden. En dat is dus, ik moet minder mannelijk worden. Dus ik moet meer vrouwelijke kwaliteiten tonen. Dus ik moet vriendelijker zijn. En dat kost me heel veel moeite. Want het is nou. Als jij een vraag hoe dat eruit komt, dan wordt het inderdaad moeilijk geworden. Het volgend jaar wordt het dus toch. Het wordt. Als ik zeg dat het rustiger wordt, dat is niet waar. Want er vallen meer doden in de oorlog volgend jaar dan dit jaar. Dus dat kun je nagaan. Want het wordt volgend jaar toch een 8 jaar. Ik word een beetje depressief nu hoor. Ja, wel, dat duurt tot 2018. Oh, dan gaat het beter. Ja, dan gaat het beter. Oh. Gewoon. Dat is weer een positief en in 2018 gaat de stof een beetje neer. U wordt er bijna emotioneel van, Kerstman, of? Nee, is het gewoon heb ik de kou. Hallo, dag meisje. Maar volgend jaar, augustus, dan trek ik mijn plan. Dat ga ik echt doen. En wat ik ga doen, weet ik niet. Of ik ga schrijven, schilderen of theater, cabaret doen, ik weet het toch steeds niet. Oh, ik weet nog steeds niks. Nee. Ik weet helemaal niks. Ik moet eerst helemaal kind worden. Dus eerst man, dan vrouw en dan kind worden. Ja. Ja, leuk, ja. 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 Toch? Ja. Je moet je eigen familie opbouwen. Ja, ja. In jezelf. Ik ben van de oorlog. Ik weet niet wat het is. Ik weet wel dat toen ik 20 jaar was of zo, had verkering. En dan hadden ze het over neven en nichten. En ik wist. Ik ga nou niet vragen wat dat is, want ze lachen je uit, je bent gek. Ja. Maar ik wist niet wat een neef of nicht was. Nou weet ik dat de zus van de broer van de tante is of niet erg. Ja. Al die flauwekul. Wil die mensen zich weer volproppen, die achterlijk gedoe. En als je dit soort dingetjes op het toneel durft te doen, maar dan met een beetje andere glazuur laag eroverheen, heb ik succes. Ik ben jaren geleden op een retraite geweest. En toen gooien ze de kaarten met. En ik moest een cabaret doen bouwen, vroeg daarover. En toen zei ze van, doe het maar niet. Want je gaat succes hebben. Ja, ja. En ik snap het. Ja. Maar nou zie ik zit nou in een. Dag, schatje. Bye bye. In een 9 jaar alles loslaten. En dan zag ik inderdaad het feit laten zien dat inderdaad, denk ik, hoe kan inderdaad dat gewoon. Als ik bij de acupunctuur ben, dan hoor ik de I Ching, hè. Mm-hmm. Klopt, helemaal. Wordt helemaal volgens wat het is gewoon. Vicky. Oh, Vicky. Ik doe alles bij elkaar. Numerologie, I Ching, Enneagram, astrologie, tarot, alles bij elkaar. Ja, ja. Er is voor mij geen absolute waarheid van niks. Ik ben zelf een soefie. Ja. Maar, mag niet uit. Ik sta er niet op voor. Katholiek ben ik ook door de wol geverfd. En die moslims, die ken ik daar ook wel, want ik zit ook al 10 jaar lang elke dag met Turken te praten over die dingen, het is wat. Ik moet het allemaal rustig gaan uitleggen voor de mensen. Dus ik ben nog helemaal niet klaar. En ik weet wel dat het eigenlijk onbegonnen werk de mensen op pad te helpen. Dat ze een beetje beter doen. Dat ze een beetje. Want schooiers, blijven schooiers. Er zijn geen pillen voor dat ze ineens beter worden. Prachtige kerst. Ja, moet hebben. Zeg het eens, liefje. Wil je op mijn schoot komen? Ik vind het een beetje eng. Volgens mij is het een echte kerstman, of niet? Ja, er is maar op één manier achter te komen. Dan moet je op zo'n zitten. Wat wil je hebben, meisje? Ja, wat ik wil hebben? Ja. Ja, vrede op aarde. Ja, daar heb ik net over. Ja, die hebben we net weggegeven. Nee, dat meen je niet. Ja, je wist toch wel dat ik voorbij zou komen?